Welkom op de barbecue workshop nummer 18. Vorige week was het paella, prachtige zon. Vandaag had ik graag ook een beetje zon gehad, maar het is geen zon. Zei ooit iemand, moet niet oost aan vlees zijn? Ah, wel, kijk, het is geen vlees. Het is niet minder dan een zalm. Je had zeggen, ja, je had weer met z'n zalm. Ja, ja, de vorige was wel een koude gerookte zalm. Maar nu is het een low gerookte zalm. Ik gebruik de nadruk op low, want dat wil niet zeggen dat we dat gewoon keihard grillen. Nee, we gaan dat heel traag laten haren en ondertussen wat rook geven. Zit? Er is niets te verrijden met koud roken. Koud roken is 8 uur. Low roken is eigenlijk maar een lichte impuls van wat een kwartiertje rook gaat, is dat eigenlijk meer of genoeg. Niet tegenstaande. In functie van de temperatuur dat we gaan hebben, kan dat 20 minuten, een half uur duren voordat dat klaar is. En dan, als dat klaar is, kun je dat eventueel nog een kortje geven. Nee, maar like dat je weet, al mijn opnames, het is de eerste keer dat ik het doe. Dus ik ga ook moeten ervaren, hoe kan ik nu dat lekker, mooi, sappig zalmje op dat bordje gaan brengen. Gaan we dat grillen, gaan we dat niet grillen? Het lijkt voor mij ook nog een vraagteken. Goed, want de zalm portioneert, maar eigenlijk heeft nog een tweede manier dat we gaan klaarmaken. Dus eigenlijk door mijn cameraman, die zei, papa, waarom doen we niet op zeder? Dus we gaan de zalm low klaarmaken, traag haren onder het vuur. En we gaan het zalm klaarmaken op zeder boven het vuur. Maar, kijk, hebben we dat hier gedaan. Hè? Dat is, de meeste vragen, waarom doe je dat in twee delen? Waarom doe ik dat in twee delen? Omdat je toen twee verschillende dingen kan doen. Ziet hier ze? De rechterkant, alleen voor ouder links, weinig houtskool. En de andere kant, veel houtskool. Dus met andere woorden, ik kan hier nu drie, in feite vier dingen in één keer doen. Hier heb je een bepaalde temperatuur, hier heb je een andere temperatuur. Hieronder heb ik minder temperatuur dan hieronder. Verstuit? Dus ik heb vier verschillende temperaturen en heb je een barbecue. Ieder barbecue dat ik al gedaan heb, en het uitdienst, ja, het zijn ook staan voor andere mensen. Nee, 30 man, 40 man, 60 man. Zijn er ook zo'n gasten die niet afkomen en ze komen zo met je, weet wel, zo met de handen naar de zaal. En ze komen zo, Kurt, ga je met dat toestelletje, die band hier helemaal? Ik zei, ja. En wat dat wel met je kleren, hè? Ik zei, je ziet niet goed. Hoe zeggen ze, ziet niet goed? Ik zei, nee. Ik zei, je ziet geen zuster, maar dat. Maar ik zei, dat hieronder zit, hè, dat moet je er eigenlijk nevens denken. Dus ik heb zet een barbecue staan. Want ik bak evenveel of zelfs meer onder het vuur dan op het vuur. Nu, we gaan aan de trek toe met die zalm, want we gaan eraan beginnen. Ik heb hier gasten die dat lekker niet willen proeven, dus ik kom morgen dat mijn beste doen. Ik heb nog mijn stool niet, want een beenhouwer zonder stool, dat gaat niet. Als ik goed heb stool zetten ze. We gaan dat een beetje portioneren. Eigenlijk zou het wat toffer zijn dan we ze hele kunnen doen. Maar ik wil het portioneren dat het makkelijker dan serveert. Want een looggerookte zalm, moet je dat toe moet in stukjes nemen, gaat dat heel moeilijk. Dat is eigenlijk meer van elkaar trekken dat je moet doen. Je hebt zodanig sappen en mals. Dat je moet van elkaar trekken. En dat is niet, ik vind dat niet zo tof. Dus we gaan een keer schoon verdelen ze. En schoon portietjes. 1, 2, 3. 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. En we gaan dat om. We gaan dat in twee snijden. Voilà. Dat gaan we hier. En ja, die, hoe kleiner de stukjes inderdaad. Ik zei met een cameraman, jij ja, vormt mij vandaag. Hoe kleiner dan de stukjes zijn, hoe meer dat we die rook rond dat kleine stukje kunnen, hoe meer smaken dat gaat geven, het eindresultaat. Stel je voor dat je zet een blok rookt, de buitenkant gaat smaken naar rook, maar de binnenkant niet. Ziet? Dus voilà. Simpel is dat. Hè? En dat stukje zoek ik in stukjes weer eens niet. Voilà. Je ziet dat het al improvist is. Hè? Ik ga dat weer in stukjes niet. En dat gaan we toen op de cederplank klaarmaken. Voilà. Ik werk altijd met zalm zonder vel. Goh, vroeg me niet waarom. Eigenlijk, wat dat vel, dat dat toch maar wat vind ik die in de weeg hangt. Zeker als je traag, goh, ja, zachte temperaturen werd, heeft dat vel eigenlijk niet veel zin. Hè. Ik zie dat vel meer als bescherming, als je hebt hoge temperaturen gaan grillen. En voor te snijden en al, dat vel is nog een toy affaire zo, van de zalm. Dus zonder vel had dat beter. Ik laat wel het vet eraan. Het vet van onder, ik moest omdraaien. Zou je kunnen zien dat hij nog schoon en vet is. Dat vet moest er wel aan laten van mij. Want dat vind ik pas lekker dat hij iets sappiger is. Voilà. Kijk, dat ga ik vrij simpel. Pas op, een cederplankje, een houten tip. 24 uur in water laten wegen. Waarom? Ja, omdat het veel minder rap brandt. Als je dat droog op dat vuur legt, schiet dat in brand. Hè. Kijk, mensen die zeggen, ja, dat was een beetje kostelijk, deze plankjes. En ik zei, ja, waarom? En ja, ik heb dat je een keer gebruikt, dat is heel kapot gebrand. Ja, ik zei, tuurlijk. Oeh, tuurlijk. Ik zei, het in water geleid. Wat denk ik? Ja, voilà.
Er worden massa producten aangeboden in tuincentra's en noem maar op. En met alle respecten voor die tuincentra's, want ik wil geen steen smitten naar onder. Ze kunnen ook niet iedereen informeren. De mensen nemen dat uit trekje, gebruiksaanwijzing leest niemand. Gebruik dat gewoon, boef, hebt vuur, hepla, verbrand, 15 euro. Nee, je moet dat weken in water. Ja? En zo gaan we die zalm hier plaatsen. Ziet? En uiteindelijk moet je maken dat dat plankje warm wordt. En een keer dat dat plankje warm wordt, heeft dat die smaak af van dat hout. Ik heb nu hier ceder gebruikt, maar dat kan evengoed ook beuk of zo zijn. Men dat verschillende soorten in onze werk, barbecue shop. Ik ben aan het lachen, weet je waarom dat ik aan het lachen ben? Tegen je van het weekend geweest, ben ze een homme vriend die ook zijn een 007. Hè. En zijn vrouw zegt, je mag niet meer kijken naar die filmpjes. Want iedere keer dat je kijkt naar die filmpjes, je ziet een materiaal dat je gebruikt en je wil het in. Dat kost me veel te veel geld. En ik zei, jongen, van het weekend moet je kijken. Hè. Dat wat ik ga reten, wat ik geen materiaal ga kunnen doen, dat ik eigenlijk u niet kan verkopen. Mijn excuses, maar dat cederplanks ken je nog niet. Hè. Dus... Had me achter dat cederplanks gekomen. Yes, hé. Dat mijn zoon zijn schuil, want ik ging dat niet durven gebruiken. Want ik had beloofd dat niks anders ging gebruiken. Voilà. En die gaan we hier nu roze aan doen. Ja, voilà. Dat gaan we op het gemak doen, dat gaan we later doen. Maar we gaan eerst die hier zachtjes roken. Hè. Ik gebruik nog heren voor zalm citroenpeper. Ik vind zo, ja, de combinatie van vet van een zalm, is wel een vette vis. En een beetje een zuurtje, vind ik altijd wel geste. Voilà. Zie dat? Ik kan nu een keer omdraaien. Hoe schoon en vet dat die is, die zalm. En dan maakt het wel sappiger. Een beetje vet. Tel ik bij het vlees, hè. Een beetje vet aan het vlees. Je ziet dat we beenhouwers zijn, hè. We werken wel er met zalm, maar we zijn bezig dat we over vlees klaar. Voilà, kijk. Nee, zie dat, hè. Kijk, ik ga dat nu, pas op, maar met een maat heeft dat al. Heeft dat al, hè. Is dat een netje? Een teflon netje? Zeg niet dat je dat nog niet hebt, hè. Kijk, we gaan dat nu gewoon even een netje leggen. Verstaat? Waarom is dat? Dat kleeft niet, maar we gaan op lage temperatuur maken, dus we spreken hier niet over dat het gaat kleven. Maar ik vind het wel gemakkelijk om van onder naar boven te brengen, niet één keer. En inderdaad, want heel veel klanten die zalm komen bij mij, die zeggen ja, wat er doen? Ik vraag toen hoe ga je die zalm reten? En zeggen ze, ja maar in een papillotte. Of heb een stukje aluminiumpapier. Ja, hard. Mag je dat doen van mij, dat is geen enkel probleem. Maar toen is het eigenlijk jammer dat je al die inspanning doet om met houtskolen te werken. Want in aluminiumpapier had er geen rookdeur. Laat staan smaken van de houtskool. Voilà, dat is al gedaan. Wat gaan we nu doen? Hoe gaan we een rook erin krijgen? Ik ga eerst mijn handjes wassen. Hey, want we moeten eigenlijk met de warmte onder het schof en een perfecte temperatuur van 50 tot 60 graden. Want die staat op de middelste stand, de rooster. Je staat niet helemaal onderaan, je staat ook niet bovenaan, je staat op de middenste positie. Voilà. Uit de twint hier, uit de twint. Voilà. We gaan nu gewoon een aluminium de bakje pakken en we gaan dan een klein beetje oudskool in smitten. Pas op, Kurt, want dat kan vrij warm zijn. Ik ben dat voor een vrij goed aanschoen, zegt hij. Ziet ze het al van dat? Godverdikke. Kijk, alles dat moe in, ik gebruik het niet. Voilà, we hebben daar vrij goed handschoen voor. Dat moet niet veel zin, want uiteindelijk de warmte hebben in het schof. Het is niet voor warmte te creëren. Voor wat is het wel? Wat is een warmtebron voor? Hier ze, mijn rookschelvers. En kan ik er niet wekken dan zin? Oh, vent toch. Oh. Ja, vent. Kan er niet veel tegen starten drank? Nou, wat zoet daar een pijtje? Oh, man toch. Whisky. Het zijn van whiskyvaten. Dus ik kan je garanderen, dat ruikt. We moeten niet zeggen stinkt, want dat stinkt niet. Voilà. Kijk, die houtschelvertjes gaan we dan niet onderlaten. Zodat we echt die geur van die houtschelvers... Kijk, zie je wat er gebeurt? En we gaan er gewoon ons schof toe doen. Ik ga nog een keer wat doen. Weet je wat dat hier is? Dat is mijn sausje voor straks. Voor met mijn zalm. Voilà. Voilà. Dus dat gaat een tijdje duren. Dat gaat zo, ja. Het is de eerste keer dat ik getreed ook. Ik heb mijn keten. Ik heb aan het inzien dat ik eentje moet drinken tussen deuren. Maar moet ik me geen zorgen maken. Onder dat schof heb ik een perfecte temperatuur voor die zalm vrij op het gemak te doen. Ik zou nu bijvoorbeeld wat hapjes kunnen gereed doen. Een rabbetje roosteren, een asperge baan, noem maar op. Of misschien mijn tomatjes ondertussen gereed doen. Hé, dat wordt. Hier ze.
Mijn kerstomaatjes. Dat is een Belgisch product. Ik heb ooit het geluk gehad voor Vlam te werken. Vlam, dat is een organisatie van de overheid uit die eigenlijk alle Belgische producten moet promoten. En de opdracht was, ik moest een barbecue doen met al Belgische producten. En het helemaal toen dat ik heb peist, als je zo aanschuift in de reken van als je ingrediënten koopt, dat je kijkt van waar komt dat, hè? Dat eigenlijk verschiet. Hoeveel Belgische producten dat wil er eigenlijk wel gebruiken, zonder dat we dat eigenlijk weten. We weten niet. We kijken er niet naar, we kopen er maar. Hey, dat ziet er schoon uit, of dat hebben betaalbaar, of dit, of dat. En we kijken niet van waar dat komt. En ik heb dat moeten doen. En toen ook die bedrijven bezoeken om te weten over wat dat klapte. En onder andere heb ik dat bedrijf bezocht. Dat is een bedrijf in Antwerpen. En ik kan je garanderen, als je dat bedrijfje bezoekt, zie toen voor dat tomatje, welke inspanning dat er gedaan wordt, om dat zo altijd maar gelijk, mooi van kleur, perfect van rijpheid. Ja, gewoon dit product te creëren. Je kunt niet geloven hoe dat wij als Belg trots mogen zijn op onze producten van ons eigen land. Echt waar. En we moeten dat eigenlijk als consument ook meer bewust gaan kopen. Als je een productje koopt, kijk ik voor wat dat komt. Kijk ik even voor een beetje Belgische producten te kopen. Zit trots op je eigen land. Want de producenten op vandaag die zijn zot. Echt wel zot. Hoe dan ze eigenlijk bezig zijn om dat product zo goed mogelijk, zo lekker mogelijk, zo mooi mogelijk en betaalbaar te produceren. Met rekening houden met onze strenge Belgische normen. Want wij ons aan de eerste van de klasse zijn. Hè. Voilà. Kijk, ik ga nu dat hier op het hoogste vuur zetten. Want ik wil dat een beetje karamelliseren. Dus ik weet niet of je het gezien hebt. Maar ik heb ook dat marinadeke gebruikt. Datzelfde van mijn vis. Ik ben al verslaafd aan. Dat is gewoon een gedekte olie met peper en zout. Dat je uiteraard ook hier kunt komen. Mag een beetje reclame maken. Hè. En ja, tuurlijk. Ja, kijk, mijn kamer. Wat verdikken, jij is in vorm, vent. Chance dat hij er is. Ik zal eens verheen. Dus de tomatjes met je van die gedekte olie, peper en zout. En waarom gebruik ik die olie her? Kijk, ziet, dat hij warm die olie, maar toch kleeft dat mooi aan die tomaatjes. Als je gewoon olijfolie gebruikt, is die olijfolie naar beneden. En die bovenste tomaten en niks van olie. En nu met je honing. Voel je het kom? Zoet, zuur, zout. En een beetje vette zalm. Kijk er hier. Voilà. Hup. Dat is fantastisch. Die tomaatjes. Want eigenlijk kan je een sausje bijgeven, maar eigenlijk is dat niet nodig. Dat sausje, dat voor niks nodig. Maar ja, het zit in onze cultuur. Hè. Maar mogen we een sausje gebruiken? Dat is er niet aan te doen. Hoeveel mensen dat ik hier niet heb, die komen eten. En die zeggen, ja, mijn die sausje bestaat, zijn vrij lekker. Maar eigenlijk was dat niet nodig. Voilà. Ik ga mijn grillplaatje gebruiken. Voor straks doen die zalm een klein beetje te grillen. Maar ondertussen ga ik ook dat grillplaatje gebruiken. Voor die smaak van die ceder in mijn vakje te houden. Want ik heb hier geen deksel. Hè. Ik heb geen deksel voor erop te zetten. Dus ik ga nu die ceder ook een beetje kruiden. Gaat zien dat dezelfde zalm, dezelfde olie, dezelfde kruiden. Maar dat gaan heel anders smaken. Dat is echt, dat is niet te doen. Die ceder die proeft zo hard door. Voilà. Nou. Zie het? En doordat dat nat is, gaat dat niet echt verbranden. Of toch niet rap genoeg. Nu, een truc is eigenlijk alles aan dezelfde onderkant naar het vuur te doen. De volgende keer dat je dat gebruikt, ah kijk daar ze. Ongelooflijk, hè? Supporters. Goed tankje. Voilà. Zie het? Dan zijn we stelletjes aan het zuiden. En vanuit een klein beetje warmte, ik weet niet wat het wordt. Hoor je het? Of zie je niet ook? Voilà. Kijk, ik ga dat een klein beetje aan het zuiden, maar we gaan dat niet plat laten komen. Nee. We gaan dat gewoon nu van onder, onder het schof. Kijk, zie. Dat is het voordeel van, dat is koffie. Ga ik dat nu gewoon warm op. Ja, ondertussen die rookflavor. Hè. Het heeft vandaag hier achter Rotskolen gekomen met een 007. En zegt hij, dat voor zijn werknemers dat hij nu gaat barbecue. Nu is hij aan het barbecue. En zegt hij, ik heb er al van geklapt en ze zijn vrij curieus. Hè, zeggen ze. Ze zijn vrij curieus. Hè. Ja, ze willen dat natuurlijk zien. Hè. Voilà. Weet, maar we er gewoon dat saus kunnen hebben, het gemakkelijk warm komt. Ik ga er nog een lepelje pakken. Zie dat, kijk, hoe dat die schoon rookt hier van onder. Kijk, zie het? Kijk, zie het? Dat is smul. En die zalm is nu al kleur aan het krijgen, zie je hem? Kijk, dat is een vrij trouw, hè. Pas op. Hij is nog rauw, hè. Maar je ziet aan die veerkracht, zie je dat, hè? Kijk, is die eigenlijk al aan het haren. Dus wat we gaan nu wel moeten doen, want je ziet dat potje staat eigenlijk dicht bij deze zijde en niet bij die zijde. Wat ga ik doen, is gewoon dat netje draaien. En dat is het voordeel aan dat netje. Zie je?
dat we eigenlijk zonder veel moeite... Goh, ja, ik zoek die rooster ook kunnen draaien, maar dat is veel moeilijker dan dat. Kijk hier. Nou trucare, nou foufelare. Moet dat bezien. Zo simpel kan het zijn in het leven. Hé? Moet toch niet moeilijk maken, hè? Dit. Dan kijk ik zelfs nog met je dingetjes hier bismen. Want het thema vanavond is rook, hè. Moet een rook smaken, hè? Kijk, een beetje van die schuilvrukjes, dat moet niet veel zijn, hè. Een beetje. Kijk, zie je dat, hè? Voilà. Ja, kijk maar een keer, hè. Zie je, dat bougeert nog niet, hè? Want dat plankje moet je eens... Kijk, hier zie je die eiwitjes al stongen. Dus dat plankje begint al warm te krijgen. En de bedoeling is dat die zalm van onder naar boven bakt. En wat is het voordeel aan dat beetje vet? Dat beetje vet, dus de onderkant van die zalm, zal veel langer die warmte hebben dan de bovenkant. Dus moet er nog geen vet aan hangen, zodat dan een droge zalm zijn van onder. Maar door dat vet beschermt eigenlijk die zalm. Verstaat? Ja, goed. Dus in feite heeft dat, ja... In feite heeft dat een kwartiertje geduurd. Een kwartiertje, 20 minuten, moet ik kijken nog schoon zijn. Kijk hier. Kijk, zie je dat? De eiwitten van onder zijn al aan het stomen. En van boven is die quasi klaar. Kijk, zie je dat? Hè? Kijk. Zie je het? En we gaan nu een duetje maken. Dus we gaan een stukje van die zalm leggen en een stukje van die zalm. Moet dat zien. Zie je dat? Hè? Kijk. Perfect. Perfect. Echt hoor. Tomatjes zijn klaar. Voilà. Nog even een minuutje of vijf wachten. Hallo. Terwijl dat nog even moet verder gaan, ik goed nieuws voor de traiteur. Heel in het begin heb ik heel veel aanvragen gekregen ook van traiteurs. Die zeiden, kunnen we zo'n toestel kopen met de traiteurversie? En ik was daar nog niet klaar voor. Ik wilde eerst die consumententoestel op punt hebben. Ik wilde er ook met testen mee doen. Ik wilde meer zekerheid. Want voor een consument is dat 5, 6, 10 personen. Maar voor een traiteur is dat 30, 40, 100, noem maar op. Dus ik vind toch dat we even moeten eerst ervaring opdoen met de consumentensituatie. En die hebben we nu. Integendeel, ik heb al 4, 5 barbecues gedaan. Dus de traiteurervaring gedaan. En ik moet zeggen, het werkt perfect. Het ene die wat moeilijk was, was met die poten. Dat neemt veel te veel plaats in, dat was moeilijk om mee te nemen. Dus dacht ik, we moeten dat compacter proberen te maken. En nu heb ik een versie, de eerste prototype, gewoon de poten afgezaagd. En we gaan nu een nieuwe versie maken. Want kijk, nu komt vandaag de producent om dat op punt te zetten. En we gaan eigenlijk, gaan ik het doen, hè? We gaan eigenlijk, dus gaat hem zo kunnen komen. Hij gaat als optie 2 beugels kunnen komen. Een beugel 1 en aan de andere kant beugel 2. Zodanig dat hij eigenlijk kan een tafelmodel worden. Dus je kunt hem dan ook stapelen. Dus die toestel ga je kunnen stapelen. Maar tot er nog meer info komen, ik vermoed binnen een week of binnen 2 weken, dat we daar kunnen een primeur mee pakken om dan een keer die traiteurversie te tonen. De effectieve traiteurversie in de pure inox. Goed, ik ga hem in de zalm presenteren. Bordjes. Hola. We hebben 7 borden nodig. 8. 8 borden. 8 borden. Tadam, dat is zover. Magic in the air. Hier ze. Zie je dat, hè? Nee, hey, kijk hier. Dat is spannend. Dat moet een beetje spannend zijn. Moet dan een keer zien, ze. Oh, schoenen. Ah, dat niet gisteren zijn. Nee. Sharing is caring. Maar dat is gewoon een sharing bordjes van man. Kijk, 2 stekjes en een bordje. Voilà. Dat is een duo van zalm. Een zalmpje klaargemaakt op ceder. En een zalmpje klaargemaakt low and slow. Met whisky. Whisky. Schilfers. Hé? Magic event. Zie je dat? Dat is nu echt waar. Heel dat receptje, heel dat idee is ontstaan in een paar minuutjes tijd. Gewoon de ervaring van mezelf, de creativiteit van onze vriend Nathan, die mij serieus hond heeft vandaag. En ja, een goed barbecue, goede producten. Hey, voilà. De tomatjes zijn ook klaar. Voilà. Zo. En nu gaan we de zalm pakken. Zie je dat? Kijk, en we gaan dat vrij simpel doen met dat netje. Magic, no magic. Nee, magic. No trucare, no fouflare. It's magic. Voilà, kijk hier. Nee. Zie je dat met dat netje? Hoe makkelijk dat is. En moest je nu die zalm, de portie zalm dat we hier nu hebben, gewogen hebben voordat je begon. En nu wegen. Als die klaar is, dan is die zalm, kan u garanderen, ik zou bijna zeggen, gegroeid, maar het is niet waar. Hij is niks, maar ook niks verlegd. Niks.
Gewoon, dat is perfect gebleven zoals het was. Sappig, mals. Ja, dat heeft, dat is logisch, hè. Als je al die sappen kunt erin houden, hè, dan is dat toch logisch dat dat sappig en mals is. Voilà. En ze gaan nu zelf moeten kijken, de hartjes. Weet je, ik moest naar eerste doen op de salon. De hartjes die dat hier nu gaan proeven, die gaan nu eigenlijk zelf moeten zien van welke zalm is nu wat. Want dat ziet er eigenlijk ongeveer hetzelfde uit. Dus ze gaan nu echt moeten proeven wat dat is. En als het niet proeven, als het niet juist te weten, ja, vindt, dan weet ik het ook niet. Hè. Kijk, hetgeen dat ik nu eigenlijk doe, dat is echt zot. En ik ga het zelfs niet doen. Ik ga het anders doen. Kijk, in een potje. Ik kan het niet laten. Ik wil dat per se met je limoen bij doen, maar eigenlijk is dat niet nodig. Dat is echt niet nodig. Ik ga er geen zest in, dan maak ik er zest op van limoen. Maar ik ga dat ook niet doen. De saus heb ik in een potje geskept. Want zo scandalig zijn dat ik hier saus overgieten. En kopen dat er geen een van die proevers hier durft aan die saus te komen. Hè. Toen ben ik geaffronteerd. Hè. Want die naar sappen en maals. Voilà. Kijk. Nou. Zie je dat? Hè? Zie je dat? Hè? Nou, een beetje platte peterselie. En wil je zien hoe dat dat heb gepakt? Hè? Hoe dat we dat hier eigenlijk doen? Dat we getruckeerd, dat we echt. Dat je een opzever dat je dat verkoopt in pakjes. En wat, dan kun je de donderdagavond hier biezen. Juist dat filmpje die aan, als je wilt. En krijg een vraag voor u. Hoe lang moet je zeden? Nee, krijg een vrije vraag. Waar gaan we de cederplankje leggen met de zalm? Boven of onder het vuur? En de andere vraag is natuurlijk logisch. Hoe gaan we low en slow onze zalm gaan roken met whisky-schelvers? Onder of boven het vuur? Die vraag is juist te beantwoorden en het filmpje die aan. En we mogen als twee weken donderdag hier zijn vanaf de 16 voor die gerechtjes te proeven. Allee, oei wel, hè. Salut, hè. Dat sausje, dat is voor niks nodig. Maar ja, het zit in onze cultuur, hè. En zijn vrouw zegt, je mag niet meer kijken naar die filmpjes. Want iedere keer dat je kijkt naar die filmpjes, je ziet een materiaal dat je gebruikt en je wil het in. Dat kost me veel te veel geld. No easy. No trucare, no foufflare. Just look at my right hand. Look. Hepla. In the box. Voilà. Zo simpel is het. Maar moet dan ik even zien. Salsa. Oh. Tot zaterdag, hè?